gedeelte. Dat ik tussen blijf hangen. Wat is je ervaring, je verrijkende ervaring? Ruggen gemasseerd. Lekker. Nou, die rol, dat het vet zetten komt op tijdens die rol. Dat is toch wel vaak een kwijt op punten. Dat je afzetten was al weer. Continu. Buikspieroefeningen doen? Denk je los buikspieroefeningen doen om dat te verbeteren? Nee, jij zei van als je niet goed over de schouder komt, dan komt dat niet. Dan moet je nog haar zetten. Dan weet je niet veel over buikspieroefeningen. Dat zal misschien helemaal gedaan worden. Ja. Dat doen we niet echt. Dat is het enige wat we weer vallen. Dat moet ik apart doen naast buikspieroefeningen. Dat komt niet echt aan de bot, denk ik. Maar ik kan met een rol op de kast zeggen, nou, buikspieren. Precies, we zijn continu buikspieren aan het oefeneren. Juist wel. Alles wat je doet is buikspieren. Dus zeker als je dit doet bijvoorbeeld, dit is puur buikspieren die zich inspannen. En ja. Nou, dat mag ze nog meer doen. Half tien. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van lokaal iets gaan trainen, zeg maar, want dan haal je de balans eruit. Het kan wel ondersteunen als het echt heel zwak is. Zwakke spieren doet de fysiotherapeut ook, als je echt zwakke spieren dan die even lokaal versterken. Maar ik geloof meer in dan volledige beweging of zwemmen of gewoon deze rol blijven oefenen. Gewoon deze rol oefenen. Dat is het meest logische, zeg maar, want daar kom je tegen. En als je weet van, maar geen les, dan ga ik thuis horen. Ja, precies. Ja. Heel goed, ja. De sfeer hier. Nou, het grappige dat jij over het contact met die mat begon, met de grond, zeg maar. Mm-hmm. En dat gevoel van die opwaartse druk, zeg maar. Mm-hmm. Dat ervaar ik juist. Als ik in mijn bed, als ik op mijn rug ga liggen, dan, of mijn hele lichaam, voel ik dan inderdaad die tegendruk, zeg maar, dat vind ik heerlijk. Lekker. Ja. Dus dat leg ik altijd van te genieten. Ja, dat doe je goed, ja. Ja, herkenbaar, zeker. Nou, mooi. We gaan iets meer staand rollen en daarna gaan we naar technieken. Want ja, als ik het heel rustig zo blijf opbouwen, dan ja, dat kan ook. Maar dan hebben we aan het eind niet echt een onwijs split aan het einde. En ja, dat is natuurlijk leuk als dat een soort van. Dus wat we gaan doen, ik zal het even laten zien. Nog gaan eventjes, ik bedoel, eet in je systeem. Dus kijk even hoe dat gaat. Of doe het niet. Maar ik kan er even nog maar vanuit deze op je tenen zitten. Even dit maar lekker losjes. Een beetje dynamisch mag het ook wel, maar niet zozeer dat je daarmee gooit, maar dat je echt vanuit binnen blijft bewegen, maar wel een beetje dynamiek. Dan zit je steeds op zo op je tenen zit waar we net eindigen eigenlijk. Ja. Thank you.
zeg maar, wat dat wel in sommige uitdrukstijl wordt gebruikt, het systeem, dan zie je het ook wel. Je brengt het eigenlijk naar binnen, die arm, want je beweegt vanuit deze lijn. Dus je ziet nog wel eens, als je goed kijkt, dat hier, dit is een soort balans ding wat aanhaalt. Dat kan je zien, als het nou gerold wordt, zie je het zo. Ja? Dus die is nodig om balans te houden en dat betekent eigenlijk dat er hier onbalans is. Dus hier ga je balans zoeken. Oh, gelukkig. Ja. Nou, als je hier in balans bent, dan die arme handen losjes en ontspannen. Of als je gaat rollen, verrol je vanuit hier. En dit is heel losjes en ontspannen. Hier, dit is ook ontspannen. Die arm is helemaal los en ontspannen, zeg maar. Die heb ik niet nodig om balans te zoeken. Die is eigenlijk losjes en ontspannen. Dus nu breng je arm naar binnen. Schouder nog steeds op de grond, zoals je net deed. Je kijkt onder je arm. Dan leg je hand ook zo, niet zo. Maar zo, dit is het door zo. Dan draai je dat allemaal losjes. Losjes en ontspannen. Dat je hier zit je balans. Zie je als dat het ook intrekt, dat je dit krijgt. Als je lang maakt, dan is het maar een schouder lang, dus ik doe dit. Ook als ik naar achter ga, is hij heel lang. Nou pas komt mijn schouder weer terug. Dan kom ik vanuit hier weer zo terug omhoog. Nog een stuk dus weer aan je arm, lang maken. Ook als je terug gaat, zo lang.
dat u nou een beetje een heel ander iets vindt. Dan voel ik geen pijn. En dat niet gaan, dan voel ik me. Dit is de andere kant. Voel je daar hetzelfde? Nee, niet een beetje. Heb jij last van je schouder ook? Nou, dan is het hier heel af nooit op te rollen. Thank you.
nu gaat doen. Makkelijke technieken die je goed kent, beter dan de andere. Doe het gelijkzijdig, dan moet ik naar jou toe. En wat ik doe, ik maak dus echt contact. Ik raak natuurlijk wel de hand aan. Het is niet van ik kijk zo hier daar naartoe. Het gaat wel via de hand in zijn as. Dus het is een echte aanval. Als hij zijn arm zou ontspannen, zit hij gelijk in zijn as. Zonder dat ik aan het duwen ben, maar mijn extensie is richting de as. Dus als hij zou ontspannen, zou ik vanzelf die kant op gaan, want dat is waar ik naartoe richt. Ja. Dus je hoeft niet te denken van, ik ga er zo in, maar mijn extensie is wel daar naartoe. Het is niet zo dat ik duw en als hij ontspant, dat ik dan naar voren val. Hè. Dus het is niet van, ik duw er tegenaan en als er bij die druk weg is, dat je dan valt, je ziet vanuit de grond, de tandem, naar hem toe. Heel zacht. Geen kracht, heel zacht. Maar als hij zou ontspannen, gaat het naar hem toe. Misschien is het goed om dat al mee te starten, zeg maar. Dus doe het maar met z'n. Meteen richting je as bewegen. Voel je dat? Ja. Ja, dat is wel goed.
Maar je hebt het wel eens gezegd.
Dat ik het wel ergens naartoe leid. Als ik daarmee stop, dan komt het naar me toe.
zou het ontspannen, zou zijn hand niet hier blijven. Maar wat zou gebeuren? Hij hield het zo. Nog een keer. Dus je maakt verbinding naar mij. Het is je hebt verbinding met jezelf, want je blijft gewoon in balans. Hè? Je valt niet om. Maar je hebt ook verbinding met mij, zo ja. En dat hou je eigenlijk steeds in vast. Dus nu nog steeds is verbinding met mezelf ontspannen. Dan? Ja. Maar wat wil je naartoe? Dan zijn we al klaar met de techniek ervaren, dan kun je het net goed laten gaan. Zelfs als iemand dat heeft. Wat je wilt vanaf hier, die je volgen. Snap je het nu? Zo ja, dat is ontspannen. Nu begon je al naar mij te bewegen. Dat is wat je wilt. Je wilt in een vechtsituatie de ander raken. Dus jij weert het af, dus ik kom naar je toe. Gaan we dus in een vechtsituatie denken. Zit hier zo. Jij weert me af, je kan hier niet inkomen. Dan maak je tank al. Afgeweerd. Dus nou sta je veilig hier met je schild. Maar ik wil nog steeds jou raken. Dus als jij ontspant, boem, zou ik gelijk naar je toe gaan. Ja, ik denk dan even misschien om het uit te vergroten. Ja, het is een zware agressieve moeheid. Daarvoor naar verbinding. Het gaat erom dat je vanuit jouw hart met mij verbinding wilt maken. Als ik hier alleen al sta en jij bent in één keer weg, dan werken we niet meer samen. Ben jij eigenlijk geen hoeken meer, ben je gewoon zelf met je de lijn houden. Maar je wilt steeds de verbinding met mij maken. Ik zou stoppen. Yes. En ga door, dus tijdens het bewegen naar mij toe. Je wilt naar mij toe. En als ik zelf het wist, dan zou ik hier komen. Ja. En dat was goed van het leven. Dus hij geeft key en daar voeg ik mij in plan. Ik ga ermee samen. Ik voeg key toe en daar kunnen we bewegen. Dat ik key toevoeg aan zijn key. Maar als hij geen key meer geeft, en ik voeg wel key toe, maar er is niks, dus het gaat nergens naartoe. Dus wat ga je dan doen? Oh, dan ga ik wel trekken. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Als hij stopt met key uitsturen, dan is het gewoon klaar. Dan is het einde van de techniek, wat ik in het begin had zei. Dus als Oeke, die eigenlijk steeds actief om key uit te sturen. Dus ik blend ermee. Maar hij blijft actief, dus ik kan mijn key toevoegen en dan gaan we bewegen. Als ik zou stoppen met key. het is heel mooi, jullie. Ja, dat wou ik dus ook zeggen. Je bent, je key stroomt. En dan gaan we een hoek om en gaan we naar beneden en dan gebeurt er iets anders. En dan zit je in een soort stramien wat je gewend bent en boem, dan stopt het daar. Maar probeer te oefenen, altijd key laten stromen. Eigenlijk is dat wel mooi, van mij is kruisland bijvoorbeeld. En laat kies stromen. Als je ruimte laat, en dan zou ik iets kunnen doen, maar laat kies stromen, niet stoppen gaan. Kies stromen. En dan zou je dit krijgen. Goed, ja. En ik zou het nu ook doen, en jij voegt key toe aan mijn key. Ik geef key hier. Nou, echt cool, maar je hebt dus geen key. Dan kan ik zeg maar zelf het overnemen. Want nu was de equilibre ruimte, dat zijn key minder was. Ja, dus ik niet toevoeg aan mijn key. Dus vanzelf kon ik mijn key die al stroomde, die nam het over. Kan je me volgen? Dat is wel wiskunde. Het is eigenlijk heel simpel. Ik wist ook niet dat hij minder key ging uitsturen, maar vanzelf, omdat ik uitstuur, is er al ruimte om het over te nemen. En dan probeer je over te nemen. Nou ja, sterk genoeg, dus dan kan je hier gaan. Ik voel steeds waar ik kies stop bij hem. Mijn kier gaat door, ja, dan kan ik het overnemen. Snap je? Kon je het nou zien in actie wat ik eigenlijk bedoelde? Dus op het moment dat Nage niet meer de kier toevoegt, Oeke heeft nog steeds kier. Dus ja, dan krijgt hij weer het initiatief. Betekent dat niet dat Nage bewust steeds even zijn key laat zakken, zodat Oeke kan overnemen, dat je dan niet de kans krijgt? Nou, de bedoeling is dat Nage dat niet verslapt, zeg maar, steeds key blijft uitsturen. Maar dit is gewoon omdat er gaten in de techniek zaten. Ging Oeke vanzelf die ruimte innemen. De voetstap ging zo, dus mijn water stroomde erin. Dus als Nage wil je geen gat laten vallen. Als je dat nooit doet, zou je dus nooit die overname en dat het heen en weer krijgen. Precies, exact. Dat is de perfecte manier dan van uitvoeren. Dan ben je echt in een hele goede staat. Dat je
je niet uit balans wordt en dat je niet overgenomen wordt als je dat niet wilt. Want eigenlijk zeg je, ik wil niet overgenomen worden, maar toch laat ik graag waardoor ik overgenomen kan worden. Als ik overgenomen wil worden, dan kies ik daarvoor. Dan ga ik actief. Maar het is niet omdat ik mijn techniek niet goed genoeg doe waardoor ik overgenomen kan worden. Dat is dan het verschil. Gaan we even terug naar het begin van het oefenen, dus deze. Naar mij toegericht. En relax, maar het is echt dat voelen naar mijn hart, eigenlijk vanuit jouw hart naar mijn hart. Het blijft ook nu nog steeds naar mijn hart, dus dat is allemaal spannend. Dus je hoeft niet te duwen, maar voel maar gewoon. Je wil naar mij toe, dus door mijn lichaam, door mijn arm. Zou jij. Ik moet dus gewoon continu in druk. Maar als ik beweeg, ik zou stoppen, want die druk is nog steeds naar me toe. Zou jij. Die druk zou verlaten zien, dan kom je naar me toe. Continu voeg ik key toe. Hij geeft key, dus hij geeft iets waar ik uit mij kan, momentum. Maar dat voeg ik key aan toe, zodat ik met dat momentum ook dat ik leiding neem, dat ik het ook een richting geef. En als ik het geen richting geef, komt het naar mij toe. Yes. Oké. Zou ontspannen, je ziet het maar. Voeg wat toe, voeg key toe. Voeg key toe, voeg key toe. Yes. Dit is een hele goede oefening. Continu voel je die activiteit. Steeds is hij aan mij gericht. Ja. Ik ben het aan het begeleiden. Ik wil een richting op, alleen geef ik een richting. Dan wil ik nog steeds een richting op. Nou ja, dan ga ik daar iets aan toevoegen. Ja. Als je een hoofd zegt, klinkt het alsof je uitblokt bent. Ik doe net alsof je een mag. Nou, dat doe ik. Ik was in balans van mijn gehoorapparaat niet. Ja. Oh, de man. Ja. Okay, ja. Dus ik kom hoog tijd dan. Blijf dan nog dichter bij me. Ik ook niet overdreven. Alleen maar naar mij te voelen. Ik vind steeds meer naar mijn hart aan het bewegen. Dat is dat. Nou, voor in die keyword van hem zag je dat hij is heel erg actief. Ik voel ook steeds die activiteit en die, daar kan ik iets mee. Als hij stopt met die activiteit, is de techniek klaar. Ja. Ik heb een vraag over, ik heb de ondergrootste techniek gedaan. En ik had niet het idee van, als de ondergrootste vier, dan kan je niet doorgaan met de techniek. Want toen was het meer zo van, je beweegt vanuit je centrum, nou, en daarmee beweeg je de ruimte om je heen. En die ander zit toevallig in, die gaat er zelf mee. Dus dat was de losgrond. Ja, toch is het wel belangrijk als er geen verbinding is, om dan niet dan te gaan trekken aan om hem mee te nemen. Want dan krijg je een soort doodgewicht wat je gaat sleuren. Ja, ja. Je hebt goed gekomen. Je om de as en je neemt de ruimte mee, zeg maar. Dat idee had. Ja, alleen als hij actief in die ruimte komt. Als hij niet meer actief is. Het is net alsof iemand in een kamer zit en dat hij op een stoel zit en gewoon niet wil opstaan. Dat je hem dan aan gaat trekken om hem te laten opstaan. Dat doe je eigenlijk niet. Alleen als hij wil opstaan, dan zeg je, nou ga dan maar daar zitten, dat is ook goed, dat is ook beter is. Dan kan ik nog vast van maar neem gewoon nemen, ruimte en daar zitten. Oké. Okay. Dus een oekerlijn wil niet gebeuren. Als oekerlijn wil nooit gebeuren, dat je voorgesleept wordt als een zak, een vuilnis, zeg maar. Een vuilniszak. Dus zelfs als die ander die ruimte gebruikt, dan doet de oekie iets fout. Ik laat mij nooit mee sleuren, als ik een stukje uit, daar zit je. Ik zet hem echt gericht. Als ik nu stop en hij gaat door, dan laat ik me nooit zo meesleuren. Dit zou ik nooit doen. Dan kan hij wel doorgaan met het mij in zijn ruimte nemen en alles inzetten. Maar nu ben ik een hele slechte hoek eigenlijk. Dan neem ik een hele slechte hoeken mee. Okay. Dus dan, als je dat nou voelt, dat je die hoeken mee moet sleuren, omdat hij zelf niks doet, je neemt hem in je ruimte en je sleurt hem mee. Dan kan je even meteen stoppen en dan gewoon opnieuw beginnen van, hey, stuur er ook hier uit. Hè. Dat is wel... vraagt wel enige gevorderdheid van de hoeken, want beginners die zijn bezig met hoe gaat dit, wat gebeurt er. En dan kan je dat effect krijgen. Hoe snel het gaat, hoe lastig het ook is. Ja, ik moet wel zeggen, zelfs met hoeken die dat doen, wat ik dan doe, op een of andere manier, zorg je dat die key actief wordt inzet. Ik ga nooit aan ze sleuren, zeg maar, als zijn hoeken ben die voor deze afstand houden. Dan ga je zorgen dat hij wel actief wordt. Je creëert zelf die levende verbinding.
Maar eigenlijk wil je dat niet, want nu, hij zegt maar kwetsbaar, maar ik creëer jezelf dat hier zijn ki gaat stromen. Dus als jij dan gevoerd bent en anderen beginnen, hou ik in de rekening. Als je dat niet doet, dus dan ga je meer technisch, hij is beginnen, hij staat stil, omdat je gaat dit doen, zeg maar. Niet doen, dan heb je geen IT-ervaring, dan train je jezelf in iets heel fouts eigenlijk. Ja, in de boek ook. Ja, in de boek ook, ja. Ik heb een hele slechte ervaring, eigenlijk tegenovergesteld van wat je wilt leren. Dus als je ook denkt van, nee, ik zit niet vast, zeg gewoon, ik heb gewoon hard in, ik druk hem door. Ja, dat is heel slecht. Voor hem krijgt hij het gevoel van, wow, ik ben echt een soort doodstuk materie wat naar de grond wordt gewerkt. Ja. Hij wil actief zijn. En ik heb ook een slechte IQ-verbinding, zeg maar. Als hij niet naar beneden wil, dan kan ik gewoon zo blijven staan. Er is niks aan de hand. Hij wil mij niet aanvallen, dus waarom zou ik hem... Ik hoef niks ermee te doen. En als hij mij wil aanvallen, hij komt naar me toe. Dan breng ik hem naar beneden. Dan zou ik het doen, maar als hij niet alleen zo stil staat, helemaal op zijn doodstuk hout, waarom zou ik het gaan drukken? Oh ja, maar ik moet de techniek doen. Ik neem hem gewoon mee, ik neem hem in mijn ruimte. Wow. En dat lukt ook wel. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil van twee kanten kiezen. Ja, dat snap ik. Dus terug naar de oefening. Van klassieke verbinding. Hart naar hart. Ja, precies. Iedereen voelt die activiteit. Ik blend. Hij blijft verbonden met mij. Het voordeel is ook als ik ga draaien, is hij heel dicht bij me. Soms heb je het hoeken heel ver bij me vandaan, omdat je naar voren kijkt en ik ga draaien. Het is voor hem heel lastig meekomen. Maar omdat jij naar mij toe gericht bent. Heel dichtbij blijft hij, want hij is met mij toegericht. Ja, dat is een verschil. Ja, dat is echt voor jou. Ik wil niet dat ik moet bij hem zijn, zeg maar. Dat maakt het bewegen wel eenvoudiger. Zeer klein. Ja, ja, zeker. Voordat de wielen staan er nog over. Dat als je het hoekje dan moet. Ja, nou wel. Eigenlijk ben je heel dichtbij, maar als jij draait. Wij zijn af. Ik voel wij zijn af zijn. Ja? Mijn hoge kwestie, ik zal bij iedereen langskomen, maar even het goed laten voelen wat je doet als ook ergens staan. Ja, dus ben ik uit veilig. Ik trek het naar me toe. Ja, ja.
Ik heb een
Je vais aller voir.
Ja, ze doet het voor je. En dan gaan we van de automatisch van het helemaal ja. Dat jij geen contact hebt met mij. Ja, ja. Hij heeft zelf dan een maatje. Ja, hoe kan ik het niet? Als ik dit geloof, kan jij me denken dat met geen tijd. Ja, dan kom je ook weer naar de afdeling. Eerst zou ik dan denken, dan ga je weg. Als ik slecht zou willen, dan zou ik wel makkelijker in de hand inzetten. Maar ik hou zelf weer aan dat je gewoon zit van echt naar iedereen. En dan krijg je een beetje dat... Thank you.
Ja,
Ja, ik kan niet meer zeggen. 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 Ik kan niet meer ze
Je zet op de water bent en je moet je ook aan. Zet op de regen. Je mag dan staan op de regen, want ze zet het wel door. Ja, maar ja, je duurt het door. Ja, maar je duurt het Je trekt nu gelijk terug, zie je hem terug hier. Ja, dan blijft hij omhoog staan. Zie je hem weer aan. Stap het aan. Dat is wel, ga maar weer. Bas, om de tweede te maken. Ga door. Ik wil zelf aan. Dat was een handen. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Voorwaartse beweging en die beweging hou je erin. Een gezond mens heeft extend key. Een gezond mens die zegt van hey, hoe kan ik je helpen, ik wil bij je zijn, ik wil contact maken, het is fijn om hier te zijn, ik ben ook graag hier. Een ongezond mens zegt van nou, ik wil hier liever niet zijn, ik vind jou niet zo leuk, ik blijf gewoon weg van jou, ik vind gewoon vertrouw eigenlijk niet allemaal, ik wil gewoon een beetje weg zijn van jullie allemaal. Ik trek het allemaal terug met die. Als je prettig voelt, hey, leuk, al oh, die mensen, lekker mensen kijken, geweldig. Als je slecht voelt, al oh, die mensen, ik wil gewoon niet zo druk omheen, ik heb helemaal geen zin in, maar ik zit weer terug in mijn hol. Ik wil terug in de buik van mijn moeder. En het is allebei goed, hè, terugtrekken en uitgaan, beweeg maar als je gezond bent, straal je. Straal uit, kijk naar voren. Ook als je aanvalt, kie naar voren. Het zou gek zijn als je het naar voren beweegt en naar achter trekt. Ja. En dat voel je soms een beetje ontstaan. Iemand valt aan en als er iets gebeurt, moet ik gauw terugtrekken. Maar blijf naar voren stromen. Het doel is niet zozeer van nou, we zijn aan het vechten. Het doel is dat we samen iets creëren. Dus jij komt naar me toe als Manetski. Ja, blijf stromen, blijf stromen. Hij wil naar me toe komen. Alleen geef ik een richting waardoor het naar beneden gaat. Blijf stromen. Geef alleen een richting. Dus als ik dit zou doen, hij komt naar me toe. Ik voeg mijn key toe. En waar zou ik dit doen? Zag je wat gebeuren? Kan iemand dat zeggen? Sleuren. Ja, precies. Ja. Ik trok opeens, hij ging naar me toe. Dus hij zei al van, ik wil bij je zijn. Ik vind het fijn om samen te werken. Ik zoek verbinding. En opeens zeg ik ja, maar ik trek het gewoon wel even mee. Ja, het gaat gewoon beter zo. Whatever. Ik wil zijn voorgaande beweging, zijn beweging naar voren, daar wil ik wat gaan toevoegen. Maar die wil ik niet remmen, die wil ik niet onder druk zetten, die wil ik niet vergroten, die wil ik gewoon gebruiken. Dus ik kom. Ik ga naar voren, blijf naar voren bewegen, ik ga heel zacht. Ik kan er van alles mee doen. Weg naar voren. Je blijft verlengen. Dan gaan we een paar minuten doen. Dan kan je het zien. Dus je moet het skiën. Ik ben net zo zacht. Zie je een andere vorm ontstaan? Thank you.
hierboven. Goeie dag. Ja, dan weet je wat gaat. Het lukt niet. Die zegt bijna zeggen, zie je, er gebeurt niks meer. Je viel een beetje achterover uit balans. Ja. Het kwam niet meer naar mij toe. Ik voelde me niet meer geliefd, zeg maar, afgezien. Of, ik voelde niet meer dat je verbinding was. Dat is erg hoor. Ja, dat bij te kijken. Ik voel me niet meer in die verbinding. Nu wel, nu ben je nog steeds verbonden met mij. Ja. Ja. Oké. Zelf in beweging, voel je dat? Mm-hmm. Als ik aan jou ga sleuren, dan gaat het niet werken. Dat is nog veel. Blijf jezelf in beweging houden. Nu is het klaar. Nog een keer. Hoeken blijft actief, hè? Weet je nog wat het in de hand? Hoeken blijft actief. Niet dit, zeg maar. Waarom ben je niet zo hard geworden? Ik weet. Ik weet het niet, ik maak het klaar. Ja, dus houd het zacht in. Ontspannen houden, zacht ontspannen lichaam. Doe jezelf geen pijn. Maar nou. Mooi. Voel je nou eens even zacht. Zie je waarom je eigenlijk steeds jezelf in veiligheid houdt. Echte aanval. Echte aanval. Dat is waarom je traint, zeg maar. Dat is goed voorbeeld. Zie je? Dat is waarom je traint. Dat je jezelf altijd in veiligheid houdt. Ik deed het bijna niet. Maar je zag wat er bij hem allemaal gebeurde, zeg maar leg maar op, nu is hij wakker. Dat is toch even hard. Dat is helemaal onverwacht, hè. Blijf dan, dan heb je het niet meer. Hier
dat het stopte even en toen stapte hij in. Dus je voel gewoon, als ik Aikido doe, voel ik gewoon precies wat je doet. Ik voel gewoon exact wat je aan het doen bent, waar jouw ki gaat, of je terugtrekt, dat je stroomt. En dat wil je eigenlijk ontwikkelen door helemaal voelen. Ik voel precies wat hij doet. Heb je een ruimte? Ik voel gewoon zo goed wat hij doet. Dat ik steeds hier uitstuur, net op mijn voelstreek aanstaan. En dat het aan het ontvangen zijn van wat hij aan het doen. En niet zo van, oh, ik denk even aan mezelf. En, er is nog iemand bij me. Ik heb geen tijd voor. Winnen verliezen. Dus jij brengt naar me toe en je blijft in balans, je blijft ontspannen. Blijf ontspannen, in balans, in balans, in balans, in balans. Klein valletje nog maar. Ook als je valt, ben je in balans. Kijk, nou zijn we samen aan het spelen. Sorry hoor. Sorry van. Probeer het nog wel. Probeer het nog even vooruit. Thank you.
Ja, zo. Ja,
Thank you.
gevecht. Ja, dat is echt wel een gevecht. Ik dacht dat naar overnemen, zeg maar. Dat kan wel. Ik kan je een kansje geven, maar ik ga er niet helemaal voor fixeren. Maar voel als het komt, er, maar niet erop fixeren. Dus waar een broek? Dit is zo'n mijn idee. Nou, dit is inspirerend ook voor de lessen, dus dit gaat ook voor de rest van leven leiden, mijn het is bij jullie. Kijk, ik wil naar een aantal kenmerken kijken waar we het in het begin over hadden. Kijk of je dat nou ook voelt. Oké. Oeke is nooit passief, laat zich niet meesleuren. Oeke is altijd actief, ook als hij geworpen wordt. Kon je dat net ervaren? Dat je als Oeke continu actief bent en zelfs als je geworpen wordt, dat je nog steeds actief bent en je niet mee laat sleuren. Kon je dat ervaren? Was geprobeerd. Ging die richting op. Oeke maakt een oprechte aanval. Nage blendt met de beweging en Oeke volgt vanaf dan en blijft in balans. Dat is goed, we zien het continu in balans. Er was geen onbalansmoment meer. Zelfs het overgaan naar het vallen was een in balans zijn van verandering van houding. Of dat ik even liet zien van je komt hard aan en gooi je neer. Ben je uit balans, val je hard op de grond, val breken. Als slecht voorbeeld gaf ik toen. En je zult daarna hebben gezien, komt er niet in balans. Maar eigenlijk volgt Oeke niet, maar blijft hij steeds op centrum gericht. En dan is het gevolg, denk ik, dat je volgt. Ja, je zou het bijna zo kunnen zeggen. Laten we nog net het woord volgen gebruiken. Ja. Maar dat is wel het effect van het sturen van Kier, dat volgen daar het gevolg van is. Dat klopt, ja. Want dit was wel anders nu, normaal inderdaad opgericht en bezig. Dit is gewoon mee te blijven, maar nu, als je toch op het centrum gericht blijft, is men een gevolg, dat volgen, maar niet op zich, zeg maar. Exact, ja, ja. En als eerder was het ook wel, het was op de volgende hand, de volgende centrum hand, zeg maar. En zo beginnen we de beginners. Ja, ja, precies, de centrum stapjes. Nog even een avond. Aanvallen denk je niet en ik val alleen mijn hand dat stuk aan. Met mijn hele zijn kom ik naar jouw zijn. Ja. Ik kijk ook niet zozeer naar jouw arm, maar ik kijk naar jouw geheel als jij beweegt. En daar ben je veilig. Als je dan kijkt naar de arm, welk arm wel op been komt, het is die. Ja, yeah, ik heb het geraden. Bonus. Maar je ziet dat een geheel naar je toe komt. Oké, het geheel komt, mijn geheel beweegt ook. Even de veiligheid eerst. En dan meeblenden. En dan zie je wel wat er uitgestoken wordt en dan kan je daarmee weg. We hebben het niet zoveel gedaan, maar net zat even te stoeien. Als Nage ruimte laat, kan Oeke vanuit zijn balans de beweging overnemen. Met een aantal mensen hebben we meegemaakt, dus ik volg. Jij laat even ruimte en ik kan de beweging overnemen. Omdat ik in balans ben, volledig verbonden. Jij zet even de deur open en dan kan ik erin stappen. Als ik uit balans ben, kan ik niet door die deur. Moet ik eerst in balans komen en dan naar die deur. En dan is die ander alweer hersteld. Ik ben altijd in balans. Ik ben gewoon aan het kijken van waar is mijn kans, daar toch. En niet zozeer van ik wil dat hebben, nee, maar ik voel dat daar is mijn kans. Oh, sterker nog, als die voetstap, ik stroom er gewoon in. Ik wil helemaal niet overnemen of zo, maar die andere vraag van stroom erin, neem het over, ik red het even niet. Nou, dan doe ik het wel even. Ah, oh, werkt het weer, nou, dan ga jij. Een beetje voordien. Heb je het nog meegemaakt net, maar adem tijdens de oekemie, zoals je net achterover valt, blijf ademen, blijf ontspannen, blijf key extenden, dus naar degene toe. Je voelt wel eens, dan ben ik zo bezig en dan hier begin je terug te trekken. Oh, ik moet naar de grond moet vallen, oh wat, ik moet mijn benen zetten. En blijf extenden, of is hier al extenden. Je ziet ook altijd dat ik je aan blijf kijken, dus blijf richting het centrum van de ander gericht. En dat heb ik ook eens geoefend met oeken, het is niet zo van... Eigenlijk denk je van, nee, ik ben naar hem.
essentie van ki. Wat ook zo is, niet vallen zonder reden, niet vallen voor je geworpen wordt. Ik weet niet of je dat net kunnen ervaren. Mm-hmm. Eigenlijk voel je pas als die ki bewogen wordt, dat dan het moment is om te gaan. Als je goed kijkt in de les, heb je wel eens dat je weet wat je moet doen. Oké, nu komt hij, ik ga alvast, doei. Parachute aantrekken en hop. Dan ga ik vanuit die verbinding gaan mee. Dus niet te vroeg weg ervan, ook niet te lang blijven staan. Dus als er geen reden is, niet werpen. Dus als iemand gewoon zo blijft staan, naken doet niks. Ja, jouw kier blijft stromen hier naartoe. Naken zal echt moeten toevoegen en dan zeggen waar hij naartoe wil. Dan pas weet je waar je gaat vallen. Leer naken vertrouwen en volgen. Dus goed koeken zijn, leert je Aiki-potentieel te ontwikkelen. Merk je dat net, dat er een stukje vertrouwen komt in de ander, dat je echt dat je meer open stelt, meer verbinding in de ander. Je Aiki-potentieel ontwikkelen. Je hebt net een ervaring gehad, misschien dat je met mij bezig was, maar ik denk met elkaar ook al een aantal keer, dat je voelde van, hé, dit voelt allemaal, ik weet niet hoe je het zou moeten noemen, maar zeg maar goed. Harmonie of Aiki, zeg maar, als we Aiki erover praten. Dat heb je net waarschijnlijk al een aantal keer gevoeld, dat je voelt, het klopt gewoon helemaal. Vloeiend in contact, ja. Dat soort woorden, ja. Het klopt gewoon helemaal. Ik word niet gedomineerd, ik wil niet domineren, ik word niet weggegooid, ik word niet uit balans gewerkt of zo. Ik word geleid ergens naartoe, maar ik laat me ook leiden daarin. En ik neem het initiatief dat ik me ook laat leiden en nou, ik ga naar de grond en de ander komt in zijn eindhouding. Vanuit echt een volledig contact. Dat is Aiki. En nogmaals, nu doen we het langzaam. Je hebt net een beetje kunnen zien als het snel gaat. Dan is het Aiki van levensbelang, zeg maar. Om je ledematen te behouden of om niet je nek te breken als je snel geworden wordt. Je deed een poging net, maar gelukkig had je genoeg aan boord om dat ook nog op te vangen. Maar je ziet, dan wordt het wel van levensbelang dat je wel jezelf, dat je erbij blijft, dat je actief blijft en dat je wel het initiatief neemt om je val te nemen. Dat je wel veilig in blijft. Dan kan je niet aan mij zeggen, ja, maar jij gooide me. Nee, we zijn samen bezig. Dat is jouw verantwoordelijkheid, zeg maar. Op een bepaald moment geef ik. Net, ik denk wel eens aan speerwerpen. Het is net als je een speer vast hebt. Jij oefent de speer. Op een bepaald moment zit je alles in. En dan, hup, is een afscheidsmoment. En dan houdt het op. En dan is het aan jou verder. Doei! Succes verder! Dat is een beetje het gevoel wat ik heb als ik. En ik doe dat vol. Ik doe echt vol. Dat is eigenlijk wat ik wil voelen. En wat ik ook wil krijgen als Oeke. Ik wil vol die baan krijgen en dan kan ik daarin meegaan. Ja. Valkuil is, ik heb het nu niet zo gezien, maar sommigen die doen dan zo en dan houden ze het vast zo voorzichtig. Dan help ik je dat je niet hard valt. Ja, en weer optillen. En weer optillen. Dat is eigenlijk aan de ene kant heel dominant is het. En aan de andere kant is het je kind leren lopen, maar heel het vasthouden. Dus die zal nooit leren lopen. Maar ik hou wel vast. En dus die loopt altijd zo, oh, maar vast dat ik val. Nee, ja. Duwt je zo, hè? Nee. Dat is heel ander uit. Maar soms technieken voel ik me nog niet bepaald genoeg om ze in te zetten. En dat groeit vast verantwoordelijk ook voor naken. Maar sorry voor Oeke, die inderdaad in de baan breekt. Dus dat is wel een aandachtspunt dat ik in de les had. Dat ik voldoende bekwaam ben om lastigere worpen. Zeker weten, dat is qua naken een heel level om goed dingen in te zetten. Dat is een kunst natuurlijk ook. Ja. Ik kan wel goed zien, als ik het moment zie komt, ik heb volle aanval. Ah, wat gaan we daar naartoe? Als je niet zo vol zou leggen, ja, dan word je iets heel anders. Maar ik krijg wel die projectie, zeg maar. Bijvoorbeeld met deze topomachine, als je met jouw muziek komt hier, en ik zet hem in,
Daar kan je niks aan doen, zeg maar. Dan zit je gewoon helemaal vast. Je kent het gevoel wel. Ik heb me gewoon helemaal vastgezet. Zo staan. Ik heb hem hier niet vast, ik kom hieronder. En dit staat, ik zit helemaal vast, dus ik kan hem niet. Ja. Daar kan jij niks aan doen, zeg maar. Dan ben je echt vastgezet. En dan breng je hem in een baan. En dan is het. Een koppers mee. Kijk wat. Hij zet me vast en de. Zit in en de. Yes! En dat wil ik, ik wil dat gevoel hebben van. Ik word geprojecteerd. Zeg maar, dat die hoeken goed kan projecteren. Als ik zo werk, zo. Dat ziet er anders uit. Eigenlijk die duurt hier omhoog en je recht omlaag. Dat is waar, dat is goed. Ja. Je vraagt je dan bepaalde verantwoordelijkheden ook naar elkaar toe. Als je dat de last was, zou dat ik zo de pech is dat ik iemand gooide. Oh, wow, je kan het iemand aanleiden. Is dat dan ook als hoeken bij jou wel scherp van als ik niet kan horen, dan loop ik door? Of moet er naar je nou letten als ze weer weggaan, dan is de hoeken die nou moet opletten? Als je er goed naar kijkt, is het een gedeelde verantwoordelijkheid, maar het is een grote verantwoordelijkheid van Nagen. Dat heb ik wel. Net ook, als je werkt, kijk je altijd waar je iemand naartoe gooit. Ik merk wel dat ik je tegenhoud, dat ik even de beweging stop. Het is niet van ik zit helemaal in mijn techniek, hup, oh, oh. Het is geen vuilniszak. Een mens. Dus ik wil hem ergens naartoe brengen waar hij veilig is. Ja, ik vind dat een grote verantwoordelijkheid en dat wordt er wel gezegd van Nara. Mm-hmm. Ja. Dus ik merk ook hè, bijvoorbeeld van, nou, ik ben met Tino aan het testen, oké, dat is te ver, dan ga ik terugschakelen. Ik weet wel dat je het wel aan kan, hè, want hij overleeft het gewoon en geen blessures, maar oké, afstemming. Snap je? En dat is wel een verantwoordelijkheid van Nara. Dat je zoekt die grens op. Maar je blijft wel binnen die grenzen, ja zeker. Als het goed is kunnen we die grens steeds meer verleggen. We gaan steeds meer voluit op onze eigen manier. Even kijken. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Raak niet uitgeput, maar stop dan. Behoud eenheid van lichaam en geest. Ik weet niet of iemand dat net tegenkwam, dat die zei van, nou ik werd wel heel moe. Ik ben toch maar doorgegaan. Of zoiets van, hé, het gaat over mijn grenzen. Iemand mag dat niet betreffen. Perfect. Dit is een goed voorbeeld. Jij zegt, hé, dit is genoeg zo voor mij, anders ga ik over mijn grenzen. Ik ga even zitten, maar rustig. Perfect. Hele goede hoeken. Kijk, de les is goed doorgekomen. Nou, tot slot om gewoon dat beeld goed voor je te houden. Een goede hoeken heeft de common sense om een levensbedreigende situatie eenvoudigweg te vermijden. Je bent zo in verbinding met de situatie, je laat je niet in een pakket brengen waarin jij in gevaar komt. Je laat niet je arm zo ver buigen dat je, dat ga je niet doen. Dat is dan niet levensbedreigend, maar als je het iets groter maakt, kom daar gewoon niet, dat ontwikkel je. Dus ik verlies dat van, laat me weg zijn, ja, dat wil je niet. Dat wil je eigenlijk helemaal vanaf, je wilt helemaal verbonden zijn. Verbinden met jou, en meebewegen en in balans blijven. Dus even wennen, maar ik blijf dan een paar jaar vertellen. Ja, luister wat ik zeg, niet alleen op Aikido, maar wat zei je? Het zei letterlijk, als iemand niet meer op je gericht is, dan kan je het loslaten.
ga maar eens naar je relaties. Hoe lang heb jij naar een relatie lopen sleuren dat die ander niet meer op jou gericht was? Wat een ellende had dat, gaf dat. In wat voor relatie dan ook? Of in je samenwerking? En dan zeg je, ik moet op me gericht zijn. Ja, nou ja, als ze gewoon niet meer op jou gericht wordt, dan is het... Misschien is het tijdelijk, komt het weer terug, kan ook. Het kan van alles zijn, maar als ze langer niet meer op je gericht wordt, dan is het het moment om los te laten. Want er is gewoon geen verbinding meer. Of je moet gaan sleuren. Ik neem je gewoon mee in mijn ruimte en ik sleur je mee. En dat kan ook. Als je dat wilt, dan is het wel goed om daar bewust voor te kiezen. En niet dan achteraf van, ja, maar ik loop altijd maar te sleuren en dat schiet ook niet op. Nee, ik besluit. Ik voel die richting niet op mij. Ik sleur het gewoon mee, maar dat is ook wat ik wil. Zover als het voor mij goed voelt, dat ik het aan kan. En dan, maar ik zou zelf eerder denken in Aiki van twee kanten. Even de ultieme ook meer, dat is eigenlijk verbinden met het zelf en daarin de verbinding maken en in balans blijven. Verbinding maken met wat er ook is. Van Aikido Yushinkai. Ik ben zelfgeest. Ik ben zelfgeest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het
vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Arigato gozaimashita. Laatste belletjes. Nou, mooi. Die, hè? En loslaten betekent niet dat je meteen definitief los hoeft te laten. Schoot nog even wel aan de echo daarvan. Nou, als je merkt in het moment is er geen intentie van allemaal om een verbinding te maken. Prima. Samenvattend, de laatste momenten, wat is er vandaag gebeurd? Wat is er met jou vandaag gebeurd? Wat heb je meegenomen? Wat is er opgevallen? Ja, wat ik ook al zei, is dat ook weer van die feit waar dat een aanvaller of verschijnt of dat verdwijnt, zeg maar. Om heel mooi contact te hebben. Dat ik meer ervaren heb, zeg maar. Dat op zich wel snap ik wel, oké, dat is misschien wel mijn bedoeling, maar meer ervaren, dat is ook het punt. Ja. Ik vind dat wel één als het geen gevecht is. Dat heb ik vandaag gedaan. Wat bedoel je? Je vindt het eng als het geen gevecht is? Dan heb je toch ook je arm op een gegeven moment oefenen. Dan is één in jezelf helemaal open, dan ben je helemaal kwetsbaar. Ook al is het ook eigenlijk als je het wel gaat zien. Onwillig. Dat je kwetsbaar en veilig achter elkaar zit, die twee woorden. Het is een kwetsbare situatie waarin ik veilig ben. Wel grappig. Ja, dat voel ik wel. Ja, het is gewoon een grens. Ja, het is mooi. Het is wel een echte ervaring. Dat past ook echt. Ik zit dat zelf denk, is het echt kwetsbaar. Want als het echt Kia uitsturen, is het echt een hele veilige. Je creëert echt een veld, zeg maar. Dat is geen kwetsbaarheid, dat is echt een. Interessant onderwerp om verder te onderzoeken. Ja. Ja. Maar wat ik mooi vind als tegenhanger daarvan is dat de interactie die dit opgelegd is wel mooi was. Dus dat gevoel dat ik het heb uitgelegd. Zo ook van dat je zegt, van, juist, ik herken dat al in het kwetsbaar. Juist door je kwetsbaar op te staan kom je in je kracht ofzo. Want als je al laat zien wie je bent, dan kunnen ze je nooit meer om je oren slaan met wie je bent. Ik heb alles gegeven. Steeds sterker wordt, dat we daar die kwetsbaarheid dat eigenlijk wegvalt, maar dat we die creërende kracht steeds meer die gevoeligheid ontwikkelen, dat we steeds meer creëren waarvoor we hier op aarde zijn, wat we willen brengen. Wat jij persoonlijk wilt brengen, maar ook vanuit Aikido, die filosofie, dat is Aiki. En de wereld schreeuwt daarom. Dus als wij zeggen, maar, ik wil Aiki, oh Isis, nou laat maar, want je is toch een islander. Ja, ho ho. Dat gaat wel heel snel, zeg maar. Als wij niet beginnen met IQ in onszelf en met die interacties die we hebben,
zeker aan de man vrouwen. Maar op je eigen manier, anders kan jij hier met een hele andere missie. Maar als je echt in die, ja, in die staat komt dat je echt vanuit binnen dat uit. En daar ook helemaal achter staat, want dat ben ik. Dat ben ik. Dit ben ik in dit leven. Ik heb ook al gehad in het begin wereld onzeker, maar steeds meer straaien het uit, dat voelen jullie ook. Je, als ik daar niet zeg, dan is het echt vanuit. Misschien klopt het niet, misschien ken je er iets van, maar het is wel helemaal vanuit mezelf, dan komt het heel duidelijk uit, zeg maar. En dan gaan we aan de slag. Vanuit daar krijg je feedback en groeit het weer. Zo heb jij dat ook in je eigen leven, of als vader, of als whatever, of wat je doet. En ja, ik denk dus ja, dat is wel mooi. En van een stukje verbinding, dat is toch ook. Kan het weerstaan. Als iemand liefde uitstuurt, Kie, dat is heel slecht te weerstaan, zeg maar. Die echt heel veel trauma's hebben en dat lukt er wel. Maar dan zelfs nog als jouw liefde zuiver is, is dat niet te weerstaan. Want dat is wat we allemaal willen, wat we allemaal zijn. Dus als ik je echt ontdek, ja, maar dat is wat ik zo graag wil voelen, de liefde en Kie van het universum. Als het nog niet zo sterk bij jezelf is, dan blijf je dat geven. En zodat het steeds meer smelt. Jezelf die liefde er steeds meer voelt. Dan mag je zo gewoon met vol kiezen, maar dan mag je worden. We hebben eigenlijk een hele simpele methode voor waar we plezier in hebben en wekelijks van bezig zijn. En het effect, het bijproduct is dat dat steeds meer ontwikkelt. Ja, mooi. Ik heb nog iets te veel. Een mat opruimen, hè? Ik zie het niet ook. Ik kom binnen, ze komen niet zo op. Nee, ik kan het zo. Nee. Ja, van die grote